Zij had bedacht, we gaan naar Costa Rica, hartstikke leuk. Top, we vliegen op San José. Nou, wij dat vliegtuig in. 11 uur, we komen aan daar op San José. En ik denk, jeetje, wat praat iedereen hier goed Engels. Maar ik weet ook, Costa Rica is een hele populaire vakantiebestemming voor Amerikanen. Dat is een beetje hun Frankrijk, dat ligt in de buurt. Maar na 20 minuten denk ik toch, nou, ze lijken hier wel heel Amerikaans. Wat heeft zij gedaan? Zij heeft per ongeluk San José, California geboekt. Dus in plaats van het bloedmooie Costa Rica, nee, zaten we nu in het tering lelijke San José, California. Toen heb je hem meteen gedumpt. Nou, ik dacht, dit is pas het begin. Als ik deze relatie voorzet, dan kom ik haar, als ze dit soort fouten maakt, dan kom ik haar tegen in een restaurant met de andere kleine blonde dwerg. Oh, sorry, de verkeerde Peter. Ja. Het heb jij het uitgemaakt? Ja, dat denk je zo. Ja, tuurlijk. Denk ik niet. En wat gaf je als reden? Ik besef mij nu dat ik een andere reden heb gegeven dan ik nu aan het vertellen ben. Ik doe altijd, het ligt aan mij. Het ligt ook altijd aan mij, dat is ook zo. Ik wil jou niet meer zien. Dus, Oh, dat is zo heftig. En ik waardeer het publiek, maar dit is het vreedste applaus ooit. En dan ga ik, daarom. De ex van Irma Sluis wil nog één ding tegen haar zeggen. In Qatar is voor mij homoseksualiteit staat nog steeds de doodstraf op. Ja. Echt? Ja, dat is echt... Doodstraf? Voor mij... In de regenboogvlaggen mogen er ook bij het WK, geloof ik. Ja, dus eigenlijk... Ik vind, okay, we gaan er toch voetballen, dat hou je al niet meer tegen. Nee. En dan hebben we nu zo'n regenboog insigne of zo op ons shirt. Ja, dat Nederlands elftal. Ik vind eigenlijk wat de Nederlands elftal spelers zou moeten doen. Naar elk doelpunt van blijdschap met elkaar tongen. Wow. En dan, maar shirt aanlaten, want dat is geel. Ja. De shirt moet aanblijven. Ja, maar dan bied ik met deze aan als ballenjongen. Ja. Ik wil mee, ja. Überhaupt het idee dat jij naar Qatar gaat, vind ik een heel goed idee. Sinterklaas gedichten steeds korter. Of Harm Edens blij met nieuwe gevelversiering. Ik denk alleen de fout die ze maken, het personeel, dat dan rijdt de trein niet, wat vervelend is. Ja. Tegelijkertijd door corona zijn heel veel mensen gewend aan thuiswerken. Bedrijven zijn erop ingericht. Dus volgens mij moeten ze origineler gaan staken. Dus niet aankondigen, woensdag rijdt de trein niet. Wat ze gewoon soms moeten doen, dat ze gewoon de treinen rijden. Maar dan opeens slaan ze een paar stations over. Gewoon dat je die onzekerheid, dat draait reizigers gek. En dan krijg je een compromis qua loon. Dat je opeens in de trein Almere en in Groningen moet uitstappen. Dat je... Ah. Ja? Ja, dit is stikstof. Nou, dit zijn varkens. Dit... Het gaat over stikstof. Ja, en dit is een... Een Remkes, denk ik. Een terrorist? Of nee, een boer. Wat vinden we van Remkes? Is dat een goeierd? Nou, jij kent hem al heel lang, natuurlijk. Ja, die man die wordt elke keer van stal gehaald... als het kabinet het zelf van stal. Moet oplossen. Is dit een punt? Dit is een punt! Vrouw die shawarma-tent wil beginnen in Ter Apel... ziet het al helemaal voor zich. Want hier beginnen dan de rijen, ja? Nou, ik vind dat de boeren recht hebben op duidelijkheid. En ik denk dat je er inderdaad niet aan ontkomt dat we veel te veel dieren hebben in Nederland. Mm. Dat is om allerlei redenen niet goed. Milieu, gezondheid, noem allemaal maar op. Alle boeren staan op de lijst. Dat is duidelijk. Nee. Jawel, namens nee. Lilian en Jan Jaap. Oh, jawel. Nee. Jongen had op Bijenradar al gezien dat er vorst aan kwam. Caroline van der Plas zei dat ze door het rapport een beetje verliefd was geworden op Remkes. Maar die reactie heeft ze inmiddels wat genuanceerd. Ja, het is een beetje een gekke dag voor mij met de uitkomst ook van het rapport Remkes. En nou liet ik mij een beetje gekscherend ontvallen dat ik een beetje verliefd was geworden op de heer Remkes. Wat natuurlijk gewoon een grapje is. Dat staat er helemaal nergens op. Is het ook niet gewoon fijn dat we al die arbeidskrachten in de toekomst krijgen? We vergrijzen als een gek. Nou ja, ik denk, nou ja, jij, maar mijn generatie. Ik kan naar huis! Ik kan naar huis! Nee.
Daarom hebben we jou teruggevraagd. Want dat was een hele lange tijd het ergste wat je als vrouw kon overkomen. Dat je heks genoemd werd. Ja. En dan werd je op de brandstaak gegooid en alles. En er zijn een aantal heksen in Roermond. Die hebben alsnog... Eerherstel voor de heks. Eerherstel. Eerherstel voor de heks. Wat vind je ervan? Volgens mij was het een D66 idee, dit. Oeh. Ja. Miauw. Ja. En waar ik ook helemaal geen mening over heb, laat dat duidelijk zijn. Want ik ben erachter gekomen in dit land. Als je een opmerking maakt of een grap over Max Verstappen. Ja, 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 ja. Max Verstappen. Ik vind hem een hele goede coureur, maar hij heeft in die overal heeft hij geen reet. Nee, ho, ho, ho. Klats. Harm, luister. Harm, ik zweer het je. Ik word er echt niet warm of koud van. Nee, echt niet. Max Verstappen is de profeet Mohammed voor witte mannen van middelbare leeftijd. Dat is echt. Dat is echt. Als ik nu zou zeggen over Max Verstappen, jij zegt hij heeft geen reet. Nee. Ik zeg, hé, hey, er zijn asielzoekers bij Ter Apel die langer in Nederland hebben doorgebracht dan Max Verstappen. Op dit moment, nu is er een woedende menigte van witte mannen van middelbare leeftijd met Red Bull shirts die pannenkoeken aan het verbranden zijn. En jouw foto aan het slaan. Echt waar. Dat is dan dus de inspectie die het heeft over 12 jaar geleden. En dan denk ik, nu zijn er te weinig mensen. En die moeten hetzelfde werk doen. Dus als dan de inspectie het gaat hebben over hoe het nu was, dan is het dan nog veel erger. Ja. Maar het wordt minder erg, want ze gaan volgens mij voor 1 miljard of zo uitbreiden. Er komt een nieuwe terminal. Ja, een nieuwe terminal. Geen nieuwe mensen. Het wordt... Oh nee, ja, dat ja, er komt gewoon een nieuw gebouw bij. Dus heb je meer ja, ruimte dat... om in de rij te staan. Dat is ja, daar... Er komt een terminal voor de rij. Terminal voor de rij. Ja, maar dan kan je die terminal wel die rij leuker maken met tentjes en dingetjes. Ja. En... Fanshops. Nee, fanshops. Ja. Ik heb de meeste zon gepakt van mijn hele vakantie in de rij voor Schiphol. Ja. Ik ben daar levend verbrand. En nou, het is een attractie. Gewoon, het concept is briljant. Mensen met tering veel haast in een hele langzame rij laten staan. Dat haalt het slechtste mensen naar boven. Het mooie was, iedereen doet dit. Dan sta je in die rij. Dan komt er een nieuw iemand aangelopen met zijn koffer. Die ziet die rij. En die ziet zo denk, oh, dit zal vast niet mijn rij zijn. En die gaat dan zo langs die rij lopen. En 10 minuten later zie je hem zo terugkomen. Ja, het is toch wel mijn rij. Dat, ja, bij Jinek was wel geweldig. Ik vond Jinek ook Jinek was fantastisch. Die had echt zo haar, gewoon als een leeuw haar bek open. Ja. En de Camille ging zo, hé, hey, wat ziet hier gezellig uit in deze bek. Dus even kijken. Ik vond één ding, ik heb één ding, want ik hoop dat zoveel meer mensen moeten dit zien. Even een kleine introductie. Hij zegt heel interview lang, luister, we begonnen om niet. Daarna konden we geld verdienen en Siewert zijn in het begin om niet. Maar daarna, en dan vertelt hij, maar luister, jij hebt een interview gegeven bij een podcast. Ja. En daarin begon je ook weer dat je het om niet deed, terwijl toen was je al rijk. Nou, dan moet je dan even zijn blik. Hij kreeg 800.000 euro gestort op dezelfde dag, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Voorheen was het altijd Siewert die zei om niet, maar hier jij ook. Jij bevestigt dat beeld dat het om niet is. Zo praat je er ook over, wetende dat je die deal al hebt gesloten. Ja, dat is interessant, dat heb ik me nooit beseft. Sterker nog, op de dag dat deze podcast is opgenomen, kreeg jij 800.000 euro op je rekening gestort. Dat was dividend uitgekeerd uit jullie BV. Is het op dezelfde dag geweest? Op dezelfde dag. Maar dit is een gast die op dit moment wel een mondkapje had kunnen gebruiken. Maar ook zo, is dat op dezelfde... Ja, ik was druk met champagnepoppen. Is dat op dezelfde dag geweest? En wat ik ook vind, wat we ook niet moeten vergeten... Hè, dat op een gegeven moment zat die Siewert bij Buitenhof. Toen zei hij, ik ga het rendement gaat naar jonge mensen met kanker. In de tijd daarna. Ik wil wel eens rendementcijfers zien. Want ik vermoed, kijk, zelf net het om niet, dat is gewoon weer een taalkundig trucje. Over een paar jaar zegt hij, ja, het geld ging gewoon naar mezelf. Want iedereen vindt me een kankerleier. Dat, ja. Vertrouwen. Ja, 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 ja. Hi, hi. Ja. Nou, klaar. Ja, klaar. Die heb je binnen, ja. Nee, dit. En voor Jan-Jaap en Sascha. Shanghai. Zo makkelijk. Zo slecht. Zo slecht. Yes. Sinds 3 weken heb ik gaatjes in mijn oren. Maar niet tegen long-covid. Maar dat is een bijkant voordeel dan. Maar waarom nu? Ja, ik dacht, ik ben 33, het wordt eens tijd. Ja. Zijn er nog meer dingen waar je aan toe bent? Maar, en deed het pijn?
Nee, viel heel erg mee, maar ik heb ze laten piercen. Dus ik heb ze niet laten schieten, maar laten piercen. Want en wat is het verschil dan? Nou, schieten is dat ze bij de juwelier gewoon een oorbel in een soort gun doen. En dan schiet ze in één keer die oorbel erin. Ja. En bij de piercer doet ze eerst de naald en dan de oorbel erin. Maar dat klinkt veel pijnlijker. Nou, het was niet echt pijnlijk, maar het voordeel is dat het preciezer is en de kans op ontsteking is kleiner. Oh, bij het schieten, dat is niet tegen je oor aan. Dat is echt van een afstandje. Ja, ja. Ik weet niet zeker welk oor het wordt, maar... Het wordt weer een neuspiercing. Rutte brengt excuses slavernijverleden iets te vrolijk. Welke rol speelde deze man, Don Chappell, na de dood van de Queen? Lijkt me een imker. Ja, mij ook. Ja. Dus die heeft ook de bijenkoningin doodgemaakt, denk ik. Ik heb Harm nog nooit zo hard zien lachen. Het is zo'n weirde niche, blijkbaar, wat Harm het einde vindt. Bijenhumor. Daar heb je Harm helemaal mee. Het is... Hoe werkt jouw hoofd? Wie of wat schoof je in België? Wegenbouwer. Eén Belg in de zaal die de grap snapt. Peter neemt altijd zijn fanclub mee. Jezus leeft, maar hij wordt wel een dagje ouder. Efteling vervangt eindelijk Arabier op vliegend tapijt. Ik had vroeger heel veel zelfhulpboekjes, totdat mijn moeder ze vond onder mijn matras. Necrofiel probeert zich van zijn romantische kant te laten zien. Ik ben naar een ander land verhuisd, in België. Nou, Harm, ik kan je zeggen. Ik heb deze week ziektekostenverzekering aangevraagd. Dat heet in België de mutualiteit. Zo heet dat, mutualiteit. Wat denk je dat ik per maand betaal? 20 euro. En mijn vrouw 8. 8 euro. Dus ik viel letterlijk van mijn stoel en dat wordt dus gedekt meteen. Hè? En kon ik meteen indienen. Maar dat is echt niet normaal. Ik zeg, maar meen je 20 euro? Ja, meneer, 20 euro. En ja, voor 5 euro kunt u nog een tandverzekering. Ik zeg, doe er nog maar bij. En ze zeiden, voor 24 euro kunt u een privékamer krijgen. Als u in het ziekenhuis komt, krijgt u een privékamer. Ik heb 60 euro betaald, ik heb een eigen ziekenhuis. Man geeft overlevingstip voor ontmoeting met witte haai. Neem 1 kind mee, dan zit je altijd goed. Adem diep in en dan weer uit. Dat ik me afvraag, de mensen die dat niet deden, hoe zijn ze ooit levend op deze website gekomen? Tip 2, schep je eten op in de keuken. Waar anders, de badkamer. Tip 3, neem wat vaker korte pauzes. Tuurlijk, ga lekker roken, ga dat lekker doen. Sta eens op en ga weer zitten. Hop, kilo eraf. Doe je werkoverleg lopend. Nou, lijkt me een onhandig ontslaggesprek. Als je moe bent, ga naar bed toe. Nou, dan word je ontslagen op werk. Ja, je loopt pitten. Ja. En dit gaat zo door. Dit is echt niet normaal. Zet je raam eens lekker open. Dat is goed voor de stookkosten. Wat een goed idee is dat. Maar wie heeft dit bedacht? Ministerie van Volksgezondheid. De Nederlandse overheid. Ja. Maar de tip, sta op en ga weer zitten, die heeft Mark Rutte erin geschreven. Oh ja. Dat denk ik, dat is zijn bijdrage. De Oekraïense medewerkers van de kerncentrale zagen er nogal depressief uit. Noem me ouderwets, maar op zo'n plek verwacht je toch op zijn minst dat die mensen een beetje stralen. Nieuwe basisschooldirecteur, nu al stukken beter dan de vorige. En u heeft in ieder geval een broek aan. Ja, ik heb... Hallo, kindertjes van het internet. Heb je weer genoten? Ja, hè? En jij wil meer? Nou, word dan lid, like en abonneer. Dan zijn we internetbuddies forever. En ik ga je spiespa spammen. Talas!